De grootste gruwel bij veel mensen is toch wel het overmatige blafgedrag van je hond richting visite. Zeker ook voor de mensen die geluidsgevoelig zijn, is het gewoon ontzettend pittig als de hond maar blijft blaffen en er geen stopknop te vinden is. Na het beluisteren van deze podcast snap jij hoe je de stopknop van je hond erop kan zetten, maar ook hoe je het blaffen wellicht kan voorkomen. En geloof mij maar, dit wil je. Want naast dat het blaffen van je hond, zeker ook wanneer de bezoeker visite in huis is, ontzettend pittig is voor jou als verzorger, is het ook een rampscenario voor je bezoek. Je zal misschien wel gemerkt hebben dat er steeds minder visite langskomt. En buiten die twee om is het ook nog rampzalig en ellendig voor je hond. Want je hond blaft overmatig en is niet meer bereikbaar voor jou, simpelweg omdat het niet goed gaat met je hond. Wat zijn nou de drie redenen dat je hond blaft naar bezoek en wat kan je eraan doen? Wat hierin de grootste grap is, dat ik zelf ook echt een bloedhekel heb aan blaffende honden, terwijl dit natuurlijk een soort van mijn werk is. Dat vind ik altijd zelf een super grap. Maar ik hoor gewoon heel vaak dat het inderdaad niet goed gaat met de hond. En dan is het super frustrerend voor mij als hondenopvoedkundige dat eigenaren dan blijven zeggen, ja maar hij is enthousiast, ja maar hij is blij. Terwijl ik hoor door het blaffen heen en ik zie aan het gedrag van de hond heen, dat het niet goed gaat met hem. Dat is een beetje een frustratiepuntje, maar ik ook met deze podcast in ieder geval die personen te bereiken om een opening te geven om het ook anders te zien. Dan ga ik nu snel door naar de drie redenen dat jouw hond blaft. De eerste reden is stress of een andere emotionele lading, whatever we er ook aan geven. Op het moment dat je hond overmatig blaft en niet meer bereikbaar is, is het goed om je te realiseren dat het niet goed gaat met je hond. De stresshormonen nemen het over, even los van of het nou positieve of negatieve stress is. Je hond ervaart iets en hij ervaart een overload aan iets. En op het moment dat hij een overload aan iets ervaart en niet meer bereikbaar is voor jou, terwijl dat normaal wel is, is hij er overheen, zoals ik dat altijd zeg. Dus je hebt een soort meter tot waar stress nog leuk en tot waar ben je er overheen. En als hij niet meer bereikbaar is voor jou, is hij er overheen. En word jij gefrustreerd, want hij luistert niet, want het bezoek is daar. En wat moeten die mensen wel niet denken? En ik heb hem toch zo goed opgevoed. Allemaal waar, allemaal juist. Maar de kern van het probleem is dat het niet goed gaat op dat punt met jouw hond. Daarbij helpt het blaffen. Stress wil bewegen, heb je mij wel meer dan eens horen zeggen. En blaffen helpt je hond om de stresshormonen te reguleren. Dus doordat hij iets doet, dus of dat hij nou onrustig heen en weer ijsbeert of blaft, kan hij op dat moment daarmee zijn stress reguleren. Dus het is eigenlijk bijna een soort van zelfmedicatie voor je hond, die jij vervolgens van hem af wil nemen. Terwijl in deze podcast gaan we het voornamelijk hebben over dat die zelfmedicatie helemaal niet nodig is, want je hond denkt er niet eens meer over na om te gaan blaffen, mits jij als verzorger hem de juiste sturing en begeleiding kan en weet en gaat geven. Ja, maar mijn hond vindt visite echt alleen maar leuk, dus dat stress, dat speelt helemaal geen rol hoor. Oké, laten we ervan uitgaan dat jouw hond visite ontzettend leuk vindt. Over het algemeen is dat niet wat ik bij honden zie. Zeg maar 9 van de 10 honden vindt bezoek spannend en uit dat in gedrag wat de mens vervolgens bestempelt als leuk of enthousiast of als een positieve emotie. Zet even die Disney-bril af en kijk even met open vizier, hoe voelt je hond zich daadwerkelijk als de bel gaat? Schrikt hij of is hij enthousiast? Hoe voelt je hond vervolgens zich als er onbekende mensen binnenkomen? Heeft hij een copingstijl aangeleerd wat eruit ziet als overenthousiasme, dus is het een manier van omgaan met stress geworden? Of is hij zacht in zijn lijf, ontspannen en gewoon blij? Compleet andere houding zal je dan aan je hond gaan zien. Je hebt positieve en negatieve stress, dus laten we de hond even bestempelen als blij en enthousiast. Dan nog steeds gaat hij daar overheen, want hij is niet bereikbaar voor jou. Je kan hem niet meer aansturen, hij is niet meer corrigeerbaar, hij is niet meer bereikbaar voor aanwijzingen. Dat betekent, of het nou negatief of positieve stress is, dat hij er overheen aan het gaan is. Dat hij er overheen qua bereikbaarheid, qua stresshormonen er overheen gevloept is. En of het dan positieve stress is of negatieve stress is, qua stresshormonen doet het hetzelfde in het lijf van de hond. En dat is niet een prettig gevoel, kan ik je verzekeren. Kan je op jezelf betrekken. Als jij heel gestrest bent voor een verjaardag en opgejaagd, kan je die verjaardag nog zo leuk vinden om te geven. Dat moment van tevoren is niet een prettig gevoel. En dat gevoel kan je vergelijken met het moment dat er gevaar dreigt. Dus bijvoorbeeld als er een ijsbeer voor je staat. In je lijf doet het hormonaal hetzelfde. En heel platgeslagen gezegd, of je hond nou vanuit positieve stress of vanuit negatieve stress een overload heeft en reageert met blaffen op bezoek, het maakt niet uit. De aanpak blijft zowat hetzelfde. Tweede, overmatig blaffen bij bezoek.
Blaffen is ook een communicatiemiddel. Dus wanneer de bel gaat en je hond blaft, kan het zijn dat hij tegen jou wil zeggen, er is iemand. Het kan ook zo zijn dat hij daar bezorgd over is of zich onzeker over voelt. Dus blaffen is voor de hond ook simpelweg een communicatiemiddel om jou als eigenaar iets duidelijk te maken. Heel vaak zie je in de jonge jaren, of als de hond pas bij jou is, mocht je herplaatsen of kruising hebben, dan zie je vaak dat honden een x-periode heel zacht met jou communiceren. Met de kleinste signalen, minimale aanwijzingen proberen jou iets duidelijk te maken. En dat missen wij als verzorgers ontzettend vaak. En wat je dan ziet is dat honden niet meer gaan fluisteren, maar gaan schreeuwen. En blaffen is een behoorlijke vorm van schreeuwen. En blaffen is super effectief. Want de eerste keer, ga maar terug, de eerste keer dat jouw hond blafte, weet je het nog? Dat moment heb je hoe dan ook naar hem gekeken. En misschien heb je zelfs wel moeten lachen. Dat je dacht, blaf jij nou? What the fuck? En dat is voor je hond dus een effectieve manier geworden om al die kleine communicatiemiddelen te skippen en te zeggen, ik ga meteen over naar schreeuwen. Ik ga meteen over naar hard communiceren met blaffen. Want dat is voor bij deze eigenaar of bij deze persoon het meest effectief. Wil jij dat jouw hond weer gaat fluisteren, stopt met overmatig blaffen? Wil je dat jouw hond minder hard met je communiceert, zal jij open moeten staan om de kleinste communicatiemiddelen van je hond weer te gaan zien en precies te weten hoe je dan op welke manier daarop reageert op je hond. En dan gaat je hond denken, aha, ze reageert op die signaal, dan kan ik het ook zo of zo uitleggen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je hond ontzettend schrikt van de bel. Er zijn allerlei soorten en maten bellen. Ik zeg altijd, zorg voor een laag, leuk deuntje en niet voor die hele harde tring. Want een hond hoort beter als ons. En die tring is natuurlijk gewoon oorpijn veroorzaker. In ieder geval, ik kan me voorstellen dat een hond daarvan schrikt. En ondertussen weten we dat reageren op geluiden, overmatig reageert op harde geluiden en lichamelijk ongemak met elkaar in verband zijn gebracht. Dus heb jij een hond die echt heel erg op alle geluiden reageert, wil ik je aanraden om in ieder geval ook pijn / lichamelijk ongemak uit te laten sluiten. Want vanaf daar kan je ook gewoon echt gaan trainen. En het zou jammer zijn dat je nu denkt, oh, ik ga hard trainen. Je maakt hele kleine voortgang, hele kleine stappen. Gewoon simpelweg omdat iedere keer als je hond weer het geluid hoort en daarop wil reageren, een sensatie in zijn lijf voelt. Dan gaat jouw training minder hard, de motivatie zal teruglopen en al met al is dat niet waar je wilt wezen. Dus mocht je denken, hé, dat is iets voor mij, sluit dat zeker uit. En de derde reden dat je hond overmatig blaft is ook een stukje gewoontevorming. Veel honden is het ondertussen gewoon een gewoonte geworden om vaak bij uitblijvende of verkeerde sturing van de verzorger te gaan reageren met blaffen op bijvoorbeeld de bel, op bezoek, op de pakketdienst, noem maar op. Dat kan ook zijn dat de verzorger wel eens, of jij als verzorger wel eens, met een heftige verbale correctie, hè, of met stemverheffing hebt gereageerd. Waardoor dat de hond niet alleen geschrokken is van de bel of de bezoek, maar ook nog in conflict is gekomen met jou. Dus dat is dubbel stom, om het zo maar te zeggen. En wat ik ook vaak zie is dat de eigenaar heel erg met het lichaam is gaan sturen, omdat ze dat geleerd hebben, om de hond ertussen te komen en weg te jagen eigenlijk met hun lichaamshouding bij het visite. En in het stukje gewoontevorming zit weer de welbekende als dit dan dat. Dus als er visite binnenkomt, blaf ik. Als het bel gaat, blaf ik. Voor je hond wordt dit op een gegeven moment een gewoonte, een logische manier van doen. Er zit geen keuzemoment meer in. Ik doe het gewoon. Het is bijna reflexmatig. Als dit dan dat. Je hond heeft daarmee een manier gevonden om met deze spannende situatie om te gaan. En ja, ik weet dat jij liever dit niet wil. Daar kom ik zo op. Maar voor je hond is dit een werkbare situatie geworden. Dus met een onvoorspelbare prikkel, namelijk bezoek of de bel, heeft je hond bedacht, oké, dat is onvoorspelbaar, maar vanaf dan pak ik regie met blaffen, dan weet ik in ieder geval vanaf daar hoe ik het doe. Dus enerzijds is het een associatie geworden voor je hond en het stukje als dit dan dat. En van de andere en het stukje van zo ga ik om met de prikkel. En van de andere kant is het dus een stukje gewoontevorming. Want dit is wat ik altijd doe en dit is voor mij een prima manier van ermee omgaan geworden. Nou, wat moet je nou zeker niet doen en wat moet je zeker wel doen op het moment dat er visite komt? En wat je zeker niet moet doen is mega schreeuwen. Dus als je hond overmatig blaft bij bezoek, niet mee gaan schreeuwen, mopperen of het corrigeren van de hond. Het heeft geen zin. Je hond is daar niet meer bereikbaar. Je kan er een biefstuk voor hangen en it's not gonna happen. Maar ook bijvoorbeeld je hond met je lichaam tegensturen of met je lichaam met heel veel druk zetten door jezelf ertussen te plaatsen, weg te sturen. Zo zet je nog meer druk op de hond en dat gaat zeker het verhaal van als er bezoek komt, is dit een geweldig feestje.
niet voor zorgen. Want je hond gaat dan eerder denken, als er visite komt, als er onbekende mensen binnenkomen, heb ik een raar gedoe, een rare dans met mijn eigenaar en voel ik daar heel veel druk bij. En dan ook nog heel veel voorkomend het bezoek iets laten doen. Ofwel corrigeren, knietje geven, nee roepen, negeren, wegdraaien. Ofwel met voertjes. Dus ervan uitgaande dat jouw hond bezoek spannend vindt, op het moment dat je hem dan een voertje geeft, dan gaat hij misschien wel iets doen, voeren is een primaire behoefte, wat je hond veel te moeilijk vindt. En dan pakt hij wel dat voertje, maar op het moment dat hij hem heeft, kan hij heel erg schrikken van de nabijheid die hij ineens heeft met de onbekende persoon. Dat wil je dus allemaal niet. Maar ja, wat kan je dan wel doen? Hè? Dat willen we natuurlijk allemaal veel liever weten. Nou, als eerste zorg ervoor dat de bel een duidelijk startsignaal is van of de pakketbezorger of bezoek. Dit zijn twee verschillende. Dat leer je in mijn online cursus bezoek begroeten. Hoe je dat aanleert, dus wat het verschil in beleid is van de bel ten aanzien van de pakketdienst waar je ons eigenlijk niks mee hoeft, of bezoek. Dat is heel belangrijk om daar een onderscheid in te maken met 1,1 miljoen pakjes per dag in Nederland. Is dat een hele handige? En maak een bezoekbegroetritueel. Het maakt me niet uit wat jouw riedeltje wordt, als je er maar één hebt. Want dat zorgt er per direct voor dat jouw hond meer voorspelbaar heeft ten aanzien van die onvoorspelbare, enge, onbekende mensen. En ook een stukje je hond de controle teruggeven. Dus zorg ervoor dat je hond mag beslissen of die contact wil maken en op wat voor manier die contact wil maken ten aanzien van je bezoek. En dit is een heel groot mantra, of een heel grote les eigenlijk, die je dus moet gaan leren. En dat is namelijk je bezoek opvoeden. Grenzen voelen, grenzen aangeven. En niet alleen die van jezelf, maar ook nog die van je hond. En bovenal focus je op het wegbewegen en breng je aandacht naar het wegbewegen en alles wat de hond wegdoet van het bezoek. Vaak zijn we zo gefocust op het opspringen, het blaffen, dat we niet zien het moment dat de hond stil wordt. Of dat we niet zien het moment dat de hond even bij het bezoek wegbeweegt. Focus je daarop en eventueel met de lijn of met een andere vorm van begrenzing kan je daar je hond heel fijn doorheen coachen. Zorg dat jij altijd bereikbaar blijft voor je hond. Dus zet het bezoek niet tussen jou en de hond in. Als de hond dan steun nodig heeft of even bij jou wil komen, moet hij eerst voorbij dat enge bezoek. Dat wil je liever niet. Je wil het liefste dat jij gewoon continu bereikbaar bent en het bezoek eigenlijk van jullie weg zit. Dus jullie zijn een teampje en het bezoek zit net aan de andere kant van jullie beiden. Dat gaat voor je hond een heel groot verschil geven ten aanzien van zijn veiligheidsgevoel. En hiervoor heb ik nog veel meer tips. Sterker nog, ik heb een online cursus met ruim 121 videolessen hierover. Dus ik kan al nog een hele set doorgaan wat je allemaal wel kan doen. Maar ik zou veel liever zeggen, kom gezellig bij die cursus op het moment dat jij een hond hebt die overmatig blaft naar visite. En leer alle tips die daarvoor mogelijk zijn. Want echt, het hoeft zo niet te zijn. En in de cursus ga je eigenlijk heel goed tot beeld zien door middel van praktijkcasussen. Dus ik heb echt letterlijk consulten van honden met overmatig blafgedrag gefilmd. En dat is de basis van de cursus. Dus je kijkt mee in de consult waar ik al die tips geef. En je hebt daar los bij ook nog losse video's waar ik dingen nog wat nader en dieper uitleg. Dus echt een superleuke cursus. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij. En mocht je er vragen over hebben, weet me te vinden per mail of een van de social media kanalen die je in de caption kan vinden. Klik daarop en dan spreek ik je graag daar. Voor nu, fijne dag. Lieve groetjes, Amber.